De volgende spreker is uh, Wouter de Vries. En, uh, ik heb met Wouter uh, gewerkt toen hij bij de uh, Universiteit Twente. Uh, PhD uh, of uh, 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 promotie aan het maken was. Ja, klopt. Dit, maar dat is inmiddels uh, afgerond. En uh, nu werk je bij Cloudflare. Klopt. En uh, die zag ik. Dat is trouwens één partij die we nog niet op Jura's uh, slide uh, zagen. <hijen> en ze hebben een naam... <laughs> Vol over privacy resolver en dergelijke, ja, ja. dus dat zou misschien wel eens... Uh, wij slaan we niks op, wij slaan niks op. Nee. Echt niet. Maar, um, anyway, maar uh, Cloudflare is ook uh, yeah, uh, Anycasted, in ieder geval die, uh, die resolvers. En, uh, maar wat is dat eigenlijk? En uh, hoe kan je dat meten? Goede vraag, Willem, <laughs> <Ja>. dank je. <laughs> um, ja, Willem, uh, die vroeg mij eind 2019 van, oh, kom even op uh, de... N LUUG, je praatje geven. En toen, toen weet ik nog ergens anders. Eerst op de universiteit, daarna nog bij een securitybedrijf. Um, toen kwam corona, nou ja, nu 100 jaar later. Staan we hier dan? Uh, wat is Anycast en hoe meet je het? Uh, ik ben uh, Wouter de Vries, ik ben een systems engineer bij Cloudflare, voornamelijk binnen, binnen de context van DNS. Um, daarvoor was ik een research engineer bij Thesaurion. En weer daarvoor uh, heb ik een PhD gedaan op de Universiteit Twente. En daar gaat dit prestaatje eigenlijk over. Uh, improving anycast with measurements was de uh, titel van mijn, uh, van mijn thesis. Dus dat komt goed uit. Wat is nu het probleem wat we proberen op te lossen? Uh, we hebben veel verkeer. Um, dat is verdeeld over de hele wereld. Dus het is niet alleen maar in Nederland. En uh, latency is. Belangrijk. We willen graag dat mensen, als ze onze websites openen, dat ze snel iets in beeld krijgen, want anders zijn ze alweer verveeld en gaan ze naar de concurrent toe. Dus dat proberen we op te lossen. Dat kun je op meerdere manieren doen. Eén manier daarvan is Anycast, de andere is DNS. Dus dat is ook een beetje mijn uh, ding bij beide oplossingen. Um, daarnaast is het internet niet altijd supervriendelijk. Er zijn uh, namelijk DDoS aanvallen, dus dat er heel veel verkeer naar één server proberen te sturen en daarmee proberen om die dienst daar, die daar draait, onbereikbaar te maken. Anycast is ook een gedeeltelijke oplossing voor dat probleem. Hoe ziet Anycast er nu uit? Dit is een illustratie wat niet Anycast is. Dus hier heb je een server in, uh, nou, laten we zeggen, Nederland <laughs> en uh, twee gebruikers, eentje ten oosten en eentje in, in Zuid-Amerika uh, en je kunt zien zeg maar al aan de lengte van de pijltjes, dat die gebruiker die daar in Zuid-Amerika zit waarschijnlijk vrij lang zal moeten wachten op, uh, voordat hij een resultaat uh, krijgt. Um, dat is natuurlijk niet zo wenselijk. Dus als je gebruikers hebt in dat land of in dat continent, dus wat kun je dan doen? Dan kun je heel veel servers neerzetten. Nou heeft een server natuurlijk een IP-adres, dus als jij dan die gebruiker naar hetzelfde IP-adres blijft sturen, dan komt hij nog steeds in die server in Nederland uit. Um, maar als je Anycast gebruikt, dan kun je hetzelfde IP-adres hergebruiken op verschillende locaties. Dus dat is wat dit illustreert. Dus we geven nu aan al die locaties hetzelfde IP-adres mee. En dan zie je dat die gebruiker in Zuid-Amerika lekker naar die server die daar dichtbij staat gaat. En dan krijg je dus natuurlijk veel snellere reactie. We hebben een aantal layers op het internet. Fysiek, dat is gevaarlijk, daar moet je niet bij zijn. Ethernet zit er net boven. Daar doen wij ook niet zoveel mee. IPv4, IPv6, Layer 3, daar zijn, zijn wij dol op. En dan later heb je nog applicatiedingen, dat maakt het niet zoveel uit voor Anycast. Anycast leeft op Layer 3. IP. Hoe ziet dat er dan uit op het internet? Dit is een plaatje van een heel simpel internet. We hebben een gebruiker en een aantal aut autonome systemen. Binnen die autonome systeem heb je vaak nog weer routers die dan eigenlijk weer een soort intern een klein internetje vormen, maar dat gaan we, daar gaan we hier niet op in. Laten we ervan uitgaan dat het gewoon één router is en dan praten we er verder niet meer over. Um, Zo ziet het erover uit, elk uh, autonome systeem heeft een, auto, heeft een nummer, dat is het autonome system number, ASN. Die krijg je van RIPE bijvoorbeeld, als je je daar aanmeldt en een hoop geld betaalt. Um, en je krijgt van datzelfde RIPE kun je ook een IP-adres krijgen, of een IP-range. Ik denk trouwens niet meer dat dat nog kan. Um, misschien nog slash 24's? Soms. Ja, voor research purposes kun je altijd dingen krijgen. Um, dus dan krijg je een IP-adres, zeg maar een slash 24. Je zegt als Autonomous System, dit is mijn IP-range. 1.1.1.1.1.1.0 slash 24. Um, dus dat zijn uh, een hoop adressen. Die announce je naar jouw, naar jouw peers. Dus dat is in dit geval het AS2 en AS3, die zitten er boven en onder. En die hebben zelf ook weer peers. En dat is eigenlijk hoe het internet werkt. Um, die announcement via die wordt doorgegeven steeds naar de volgende partij. In dit geval zie je dus vol AS1, kan ik AS2, AS5 en dan een eindgebruiker. Of je kan AS1, AS3, AS4, AS5. Dat is een net een iets langer pad. dat heb ik daar in een tabelletje gezet. Dat is de tabel die zeg maar, bij mij dan in de router staat. Um, en die maakt een heel slimpe, simpele beslissing. En de belangrijkste daarbinnen is wat is het kortste pad? Er zijn iets van. 20 regels, dat kun je ergens in een Cisco-handleiding opzoeken. Uh, wat er allemaal van dingen zijn als het bijvoorbeeld hetzelfde is. Dus je hebt twee paden die dezelfde lengte hebben, dan heb je allerlei regels met do dooszintjes gooien en zo. Wie het dan wat, wie, wie heeft het laagste IP-adres, um, wie heeft het laagste IS-nummer, dat soort dingen allemaal meer. Uh, maar eigenlijk het belangrijkste waar het meest op gaat is de lengte van het IS-pad. Dus dat is er twee of drie. In dit geval pak je dus het groene, groene pad, je pakt het kortste, en dan gaat weer AS2 naar AS1. Als AS5 jouw uh, provider is en AS2 is een uh, transit provider, um, dan is het in best wel een ideale situatie. Dan ga je gewoon rechtstreeks, bijna rechtstreeks ga je naar uh, het einde toe. Wat hier niet in meegenomen is dat je bijvoorbeeld nog internet exchanges hebt. Dus dan kan het zijn dat AS5 direct aan AS1 hangt, met alleen maar een exchange ertussen. dat gebeurt een beetje op layer 2. Uh, maar dat zie je dus in, dat is zo goed om te houden dat je dat in Anycast, dat je dat niet zo goed ziet. Wat is dan? Anycast precies. We hebben AS1 heb ik hier nog een keer rechtsonder neergezet. Iets snellere verbinding. Iets sneller, in ieder geval iets korter. En je ziet ook dat hij nou aan de bovenkant van die uh, tabel daar rechtsboven is, uh, is verschenen. En dat betekent dus ook dat ik dus deze keuze zal gaan maken. Dus ik zal hier naar het kostenpad gaan en dus naar 1.1.1.1. Anycast aan zich is niet echt iets wat binnen BGP bestaat. Anycast is gewoon unicast, maar dan vaker. Ja. Uh, zo, dus je hoeft niet specifiek iets te doen. Zeg maar, Je zegt gewoon, oké, okay, nou, we hebben hier, we zetten we het neer. We zetten het daar nog een keer neer. En dan, dan heb je anycast. Dan ben je eigenlijk al klaar. Um, het is ook niet anders dan als je bijvoorbeeld een multi-home uh, uh, multi bent. Dus je hebt bijvoorbeeld twee transit providers. Dan ben je eigenlijk ook twee keer op het internet. Dat het toevallig dezelfde locatie is. Ja, dat maakt het eigenlijk niet heel veel anders dan anycast. Dus in dat geval zit anycast eigenlijk een heel simpel uh, principe. En multicast praten we niet over. Internet in de realiteit is een beetje anders. Het is heel groot, het is heterogeen, dus, het, het, dus iedereen koopt allerlei merkapparatuur. Eén komt bij de Action, de andere koopt Cisco's, Huawei, van alles. Al die dingen doen iets anders. Het is heel onderzichtig, dus je kunt er niet achter komen hoe dat nou allemaal geconfigureerd is. Dus Je weet niet, zeg maar, als ik dit op ga en ik ben halverwege, goh, wat is de configuratie van die router? Wat kan ik daar, hoe kan ik voorspellen wat die router gaat doen? Wat voor beslissingen die gaat maken? Dat kun je niet zien. Um, het BGP heeft nog eens een keer hele gelimiteerde telemetrie, dus je kunt niet echt iets aan zien. Heeft het capaciteit, deze link? Heeft het latency? Waar gaat deze route naartoe? Dat zijn allemaal dingen die je niet kunt zien in BGP. Het enige wat je hebt is TCP prefix, dit ASN. En daar moet je de beslissing op maken. Dus dat zorgt er ook voor dat het heel moeilijk is om een anycast netwerk efficiënt te draaien. Maar dat gaan we zo meteen zien. Een ontmoeting met de echte wereld: Google Public DNS. Dus niet omdat ik nu bij Cloudflare werk dat ik dit nog ga afzeiken. Maar dit heb ik al eerder gedaan. Uh... <laughs> <laughs> dit, is, dit is werk wat ik in 2019 heb gedaan toen ik met nog mijn PhD bezig was. Die paper kun je daar vinden op wouter.dev. Um... Dat uh, is een paper waar we gekeken naar 2,5 jaar aan DNS-queries die van Google afkwamen. Volgens mij heb ik een slide erover. Yes. Um, wat hebben we gedaan? We hebben naar logs gekeken. Die uh, op een authoritative DNS-server bij uh, Surfnet. Die is onder andere het authoritative voor het Apache-domein uh, en nog een heel ander, aantal andere. Um, daar hebben we 3,7 miljard requests hebben we gelogd. In 2,5 jaar tijd. Um, en belangrijk was dat die authoritative nameserver had uh, eDNS-client-subnet. Aanstaan. Wat is IDNS client-subnet? Ik ga het nu uitleggen. Um, stel dat jij een client bent en jij hebt gebruikt een uh, lokale resolver die dus dicht bij jou staat. In, bijvoorbeeld in Sao Paulo. Ik weet niet waarom het steeds in Brazilië is of in Zuid-Amerika. Um, en je gaat daarna naar een Autotive-name, uh, bijvoorbeeld bij een CDN. Dan ziet die, resolve, die authoritative Name Server: Oh, dit is dit IP-adres van, uh, van die lokale resolver, die dus ook dichtbij de eindgebruiker staat. En die kan dan op basis van het IP-adres een resultaat terugsturen, wat ervoor zorgt dat jij ook naar een server dichtbij gaat. Dat is DNS-steering. Dat is eigenlijk een tegenhanger van Anycast. Op een soort van abstract niveau. Um, dat is allemaal helemaal prima. Maar stel nu dat jij een public resolver gebruikt die niet dichtbij jou staat. Hoe weet die CDN dan dat jij. Niet op de locatie bent waar die public resolver staat. Nou, dat weet je dus niet. Maar daar hebben ze zo bedacht: het heeft dus IDN0 client subnet. En wat doet dat? Dat stopt jouw IP-adres ook in het pakketje. Dus wat ze nou binnenkrijgen bij die Authoritative Nameserver is het IP-adres van de public resolver, plus jouw eigen IP-adres van de eindgebruiker. Minus een paar bits, want ze, halen, ze maken er een prefix van. Dus uh, stel dat jij je pv eindigt op punt .113, maak zij er .0 slash 24 van. En voor je pv6 is het volgens mij iets minder privacy veilig, want um, daar doet volgens mij slash, ik wil zeggen slash 56, maar het kan ook slash 48 zijn. Maar in ieder geval, er zijn in Nederland providers die delen dat soort ranges uit aan eindgebruikers. Dus dan gaat eigenlijk jouw volledige thuis range naar die, uh, naar die, naar die authoritative name server toe. Kloof, wij gebruiken geen klein subnet. Nee, dus wij zijn hier niet schuldig aan. Hier niet aan. Um, <laughs> dat um, is. Uh, ja, want. Klein subnet heeft natuurlijk privacy-implicaties, maar het heeft ook zeg maar positieve gevallen. Dus zeg maar, wij doen dat niet, maar het heeft ook nadelen. Zeg maar. Dus het is een beetje een. Uh, ja, het zit een beetje twee kanten aan. Uh, het is maar een beetje. Ja, het hangt een beetje af van welke kant je van het kamp staat. Of je denkt dat het een goed idee is om het niet te doen, of dat het een slecht idee is. Je kunt ook negatieve interpretaties aangeven. Dat we proberen de wereld te domineren door het niet te doen. Um, eh, doordat je zeg maar, dan moet je, je bij ons aansluiten. Dat is een, 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 iets wat, wat gezegd wordt. Um, maar in principe is het zo dat wij ze dus bij cloud hebben we dusdanig uh, uh, groot netwerk en dusdanig veel servers uh, dat de resolver die je gebruikt eigenlijk altijd dicht bij de eindgebruiker staat. Dus dan zou je als je dat IP-adres gebruikt, alsnogal dicht bij jou, bij jou uitkomen. Dat is de, uh, de reden. Uh, omdat Endicast niet altijd 100% voorspelbaar is, werkt het al, niet altijd zo in de praktijk. In ieder geval, je hebt dat uh, IDNS-client-subnet. En um, die hebben wij ook opgeslagen met die 3,7 uh, miljard uh, regeltjes. Wat we toen gedaan hebben, is we hebben gekeken, oké, okay, we krijgen een query binnen. Waar heeft Google Public Resolvers locatie staan, en waar kwam die query vandaan? Dus we kijken naar de eindgebruiker, die kan bijvoorbeeld in Nederland zijn, maar we zien de query binnenkomen uit Amerika. En dan weten wij dus dat um, door de routering van Google Public DNS dat verkeer eerst naar Amerika is gegaan en vervolgens teruggekomen is naar Nederland naar onze autoriteit DNS. Dat weten we dus door de combinatie van het resolve IP wat we binnenkrijgen, plus IDNS e Client Subnet. In deze grafiek zie je de uitkomst daarvan. Dus euh, blauw is dat je dus dat in-country euh, een antwoord is gegeven. Dat dus betekent dus dat ik in Nederland was, ik heb een euh, query gestuurd naar Google, en dat, antwoord, dat is binnen Nederland is dat beantwoord. Geel is euh, dus buiten mijn land beantwoord, maar het was ook niet binnen het land mogelijk, want er is daar geen server. Roos is eigenlijk het meest interessante, want daar was het wel mogelijk om binnen het land te blijven, maar dat is niet gebeurd. Dus je bent bijvoorbeeld in Nederland, je gaat, dan zou je verwachten dat je naar Groningen gaat, waar een groot datacenter staat van, van Google. Dat kan ook, dat draait ook Google Public DNS. Maar in plaats daarvan zijn je, in dit geval ging je meestal naar de Verenigde Staten toe. Um, en dat is best wel een schrikbarend percentage. En dat is, mijn vermoeden is dat het niet is omdat Google niet de beste wil heeft om dat beter te doen, maar meer omdat het zo lastig is om n goed te configureren. Dus is om aan te geven hoe Anycast een beetje een, uh, ja, een magic touch nodig heeft om goed uh, te laten werken. Dat brengt ons naar het meten van Anycast. Hoe weet je nou waar mijn eindgebruikers gaan eindigen? Stel dat ik een server neerzet, hoe weet ik dan dat de juiste mensen daar naartoe gaan? Dat is eigenlijk de Anycast Catchment. Dus een Anycast Catchment is. Um, voor elk datacenter heb je een catchment, dat is zeg maar een soort van cirkeltje om die datacenter heen, geografisch gezien, uh, waarbinnen de gebruikers naar die server toe gaan. Weinig, niet helemaal op basis van geografie, maar dat is beter om er zo over na te denken. Je hebt een aantal uh, mogelijkheden om dat te doen: je kunt uh, uh, passief kun je dat doen, je kunt dus uh, die servers neerzetten en dan kijk je in je access logs. Um, en daar kun je dus, als je dan op de ene server kijkt en je kijkt in de andere, dan kun je dus de verhouding daartussen kun je, kun je, uh, kun je bekijken. En dan weet je dus hoe de verdeling van je verkeer is. Dat is natuurlijk wel nadeel aan dat, just, dat je die deployment dan dus al zo gedaan moet hebben en je productieverkeer dan al zo werkt. Dus als, jij, uh, als dat dus niet heel goed gaat, dan zit je dus een beetje in een uh, slechte situatie. Andere manier om het actief te doen is, uh, is Rijp Atlas. Uh, weet iedereen wat hier wat Rijp Atlas is? Nee, ik zie ook niet. Um, kom ik zo even op. Uh, Bright Data heb je, dat is uh, was voorheen uh, Luminati. Dat is een soort, uh, ja, ook een beetje shady, maar dat is uh, die draaien uh, een soort applicatie bij eindgebruikers. Ik weet niet of zeker of die eindgebruikers dat allemaal helemaal weten, maar zij verkopen die, <laughs> uh, zij verkopen die toegang door. Aan bedrijven. Dus een bedrijf kan zeggen: Oké, okay, ik wil uh, Luminati gebruiken. En dan kun jij zeggen: Oké, okay, ik wil uh, via een thuisverbinding van iemand in Nederland. wil ik uh, gerouteerd worden. En dan regelen ze dat. Ze hebben miljoenen uh, endpoints. Dus je kunt dan echt zeggen: Oké, okay, ik wil in Duitsland. Uh, via deze provider wil ik naar buiten. En dan heb je misschien wel keuze uit duizend verschillende uh, klanten binnen dat netwerk. Zeg maar. Dus dat is voor research heel interessant. Maar het is een tikje ja, twijfelachtig, vind ik soms. Uh, de andere manier is verfvloedig. Dat heb ik bedacht. Dat is dus het beste. Uh, kom ik zo op wat dat precies is. Rijp Atlas, een heel mooi project van, uh, van Rijp. Die hebben van die kleine uh, fysieke apparaatjes gemaakt. Er zit een netwerkaansluiting aan en een usb voedingje heb je erbij. Uh, die kun je in je kast leggen. Uh, er zijn er ongeveer 12.000 van die dingen. Uh, Rijp houdt daar een, een backend-infrastructuur uh, voor uh, in de lucht. Uh, waar die apparaat aan toe connecten. Jij kunt als uh, onderzoeker of als uh, netwerken ook verbinding maken met, met die backend via de, via de webinterface of via de API. Uh, en dan kun je zeggen: Oké, okay, ik wil graag een meting doen vanaf een van die probes of van alle probes. Uh, kun je pings doen, kun je traceroutes doen, DNS lookups. Dus dat is natuurlijk super handig in het geval van een, uh, een uh, Anycast-netwerk. Kun je zeggen: Oké, okay, doe maar uh, vanaf duizend probes even een meting naar mijn servers en dan kun je meteen zien uh, waar het allemaal naartoe gaat. Handig. Hier is plaats je hoe het over werkt. Je hebt dus uh, in die uh, um, gekleurde bolletjes, dat zijn zeg maar, de probes. En de data wordt zeg maar, onder verzameld, dat is bij RIPE. En ons NECAS-netwerk is daarboven. Verfloeten doet dat iets anders. Die zet het eigenlijk een beetje op de kop. Uh, we gebruiken uh, hosts op het internet als uh, meetpunt. En wij uh, initiëren de meting actief vanuit het NECAS-netwerk. Dus... Wat er gebeurt is, ik gebruik, stel dat het, uh, mijn IP-adres 1.1.1 is en dat is een anycast adres dan gebruik ik dat als bronadres. Dan stuur ik een ping naar een eindgebruiker en het antwoord gaat dan terug naar mijn AndyCast-adres. Maar omdat het internet geen geheugen heeft, gaat dat niet weer terug naar waar ik het verzonden heb, maar naar de, an, naar de plek waar die gebruiker toevallig altijd naartoe zou gaan. Dus dan zie je hier rechts uh, dat mijn vrouw mij een berichtje stuurt. Um, <laughs> het mooie hiervan is dat je dus um, een miljoenen props hebt. Je moet even een lijst uh, uh, samenstellen met uh, IP-adressen erop. Uh, wij hebben er eentje waar je één IP-adres hebt voor elke slash 24 op het internet. En dan die meest waarschijnlijk zijn historisch gezien om te reageren. Um, en daar sturen we dan zeg maar, in heel snel tempo allemaal, uh, allemaal pings naartoe. Dan krijg je de reacties terug en dan kun je dus eigenlijk van het hele net internet in één keer meten: oké, okay, wat is de verdeling over het netwerk? Nou, dus je kunt geen NDCAS-netwerk testen waar je, waar je niet in zit. Dus. Ik kan zeg maar, netwerken testen, ik kan Cloudflare's netwerk testen, maar ik kan niet het netwerk van Akamai testen. Terwijl ik dat met Ruip Alles wel zou kunnen doen. Dus er zit wel zeg maar, een afweging. Als netwerkoperator is dit leuk. Um, en eigenlijk, denk ik, ook wel beter dan uh, wat je met Ruip Alles kunt. Maar er zit natuurlijk wel een heel stuk flexibiliteit wat je inlevert. Plus, de infrastructuur die je hiervoor moet opzetten is ook niet uh, insignificant. Ja, ja. Uh, ja, de vraag was dus: hoe herken ik die ICMP-pakketjes die ik uh, uitstuur? In um, eerste instantie was het altijd aan het ID wat erin stond, uh, maar je kunt ook een payload in je ping uh, stoppen. Maar je moet zorgen dat je je een beetje klein houdt, maar 64 bytes uh, is eigenlijk altijd wel prima. Dus dan kun je 64 bytes in data in stoppen. Wat we meestal doen is uh, de bron uh, waar we van gestuurd hebben, een timestamp, plus nog een HMAC, uh, zeg maar een, een hash, uh, die wij alleen kunnen berekenen zodat we zeker weten dat het authentieke uh, pakketten zijn. Op die manier kun je. Zorg dat je dus niet uh, willekeurig ICP-pakketten gaat tellen in dit, uh, in dit systeem. Want die kunnen natuurlijk ook gespoefd zijn door iemand. Nou ja, wij, mm, ja, dat zou je zeggen, maar nee. Tenminste, ja, spoefing is meer zeg maar, wanneer spoef je? Als we eigenaar zijn van die PSP's, spoeven we dan? Nee. Dus... Ja, ik heb, dat, heb, dat heb ik eerder gehoord, maar ja, dit, ik, vind het, ik vind het in ieder geval geen spoeven. Uh, dus we gebruiken de juiste origin ASN. En, en uh, ja, het is gewoon onze base, base, dus het lijkt mij, uh, mij oké. Okay. Maar ik kom nog op spoeven terug. case-studie die we gedaan hebben voor B-route, we hebben DNS-route. Weet iedereen wat dat is? Ik zie geen nee, dus dat ga ik niet uitleggen. Oké, okay, zijn er 13 A tot en met M? Niet natellen. Um, in ieder geval Beirut was één een van de laatste die nog Unicast was. Dat was in 2017 en die ging toen naar Anycast. En eigenlijk is het van Unicast naar Anycast gaan is het spannendste moment. Want als jij dat aanzet en je routing, routing klopt niet, dan kan in één keer al het verkeer omslaan naar die andere server. En dat hebben ze, ze dus hier dus ook niet. Um, dus ze, uh, toen waren we net bezig met dat verfroetenonderzoek en dat hebben we toen bij b toen, uh, toen neergezet. Ze hadden dus een locatie in, volgens mij was dat Los Angeles en Miami. Even kijken of we de data hebben. Ja, Los Angeles en uh, Miami. Um, en ze hebben daar dus een testprefix neergezet. En daardoor konden we dus dit, dit van vooraf aan, uh, al testen. We hebben dat gedaan met Ruip Allas, en verfploeter. Grappig genoeg kun je zien dat ondanks dat Ruip Allas dus veel minder probes had... Zij voorspelden zeg maar, dat 82,4% van het verkeer uh, naar LAX zou gaan. In uh, met verfluten zaten we 87,8. Um, en als wij uh, keken naar de, de logfiles van de route, dus we keken welke IP's krijgen we nou eigenlijk verkeer van, en we legden dat tegen de data die we uit verfluten hadden gekregen aan, want we hebben natuurlijk van heel veel slash-24's hebben wij uh, het, het, de, de data, dus we weten van, oké, okay, deze slash-24 gaat naar deze, gaat naar LAX of naar Miami. Hebben we van die slash-24 ook daadwerkelijk verkeer gehad? Dan tellen we het mee en anders niet. Dus dat is wat die plus load betekent. Toen kwamen op 81,6 uit. De daadwerkelijke lood toen het productieverkeer overgezet was, was 81,4 procent. Dat is redelijk netjes. Maar je zag wel dat Ruip Allas dichterbij zat zonder die correctie. En dat komt omdat Ruip Allas meer verdeeld is zoals uh, zeg maar de gebruikers van Beirut waren. Dus die, 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 dat, is gewoon, dat is gewoon een happy accident. Um, Ruim alles heeft gewoon een betere verdeling over hoe het echte internetverkeer eruit ziet. Dus als je die loon niet meeneemt, dan kun je dus beter uitkomen. Je vraagt ja waar ik mijn PhD heb gehaald. Um, dit was uh, onderzoek hebben we met Cloudflare gedaan. Global Skill Endicas Network Management en Verflouter. gaat eigenlijk een beetje in een andere richting uit, meer van wat kun je nog meer met die data. Um, hoe, hoe, hoe zit ik in de tijd? Oh, nog best wel wat. Um, dit is niet de eerste implementatie die ik heb gedaan. Ik heb eerst zelf een NECAS testbed ontwikkeld op de universiteit. En ontwikkeld wil zeggen. Ik uh, ben naar RITE gegaan. Daar heb ik mensen van Surfnet opgezocht. En heel vaak gevraagd of ik IP space mocht. En ook een ASN-nummer. Dat is uh, gelukt. Nou, doe het duurt wel eventjes. Um, en dan heb je die twee dingen. En het verkrijgen van IP space gaat ongeveer zo. Hier is je IP space. Dank je wel. En er verandert niks. En je IP is niet op het internet. Dus dan moet je naar degene waar die. Uh, dus ik wou het graag vanaf de universiteit gaan gebruiken. Dus dan moet je naar uh, de IT-afdeling van jouw universiteit. En dan zeg je: Oké, okay, ik heb deze IP-space. En dan zeggen ze: Ja, is dat van jou? Dan zeg zeggen: Ja, heb ik ge ge gekregen van Surfnet. En ze zeggen: Nou, uh, daar hebben we wel een brief voor nodig. Ja, met een handtekening. Maar van wie dan? Oké. Okay. En dan, andersom moet het ook weer van: Oké, okay, dan zegt Surfnet: Oké, okay, dan moeten we een bruiklenen-overeenkomst voor dat die, voor die, voor IP-space krijgen. Oké, okay, dat moet dan getekend worden door. Nou ja, het duurt bijna een jaar, zeg maar, voordat je zoiets erdoorheen hebt. Um, uiteindelijk had ik een aantal VPS'jes bij, uh, bij Vulture. Dat is een soort van Digital Ocean. Um, maar wat die toestaan is dat je je eigen BGP-sessies opzet met hun routers. Dus dan kun je zelf je eigen IP-space meenemen naar, um, uh, naar hun toe. En zij hebben een aantal locaties. Uh, dus dan kun je zeggen, oké, okay, acht VM'tjes, mijn e eigen IP-adres. Announce je daar. Ik maak gebruik van extra BGP, Dat is een soort, uh, ja... Is geen router software, maar dat kan alleen maar BGP praten. Uh, maar ik had ook geen router nodig, dus dat scheelde. Uh, en overigens had ik een laagje Ansible geklust. Uh, en Nomad draaide ik om uh, de extra BGP in de lucht te houden. Dus dat was een hoop jammel all the way down. Um, eigenlijk is er daar niet heel veel veranderd bij Cloudflare. Um, want daar draait het eigenlijk op dezelfde manier. We hebben dus een edge uh, component. Uh, omdat je. Die ICMP-pakket kan in elk datacenter uitkomen en binnen dat datacenter op elke server. Want ICMP heeft niet echt, ja het is uh, normaal gesproken als je bijvoorbeeld een HTTP-sessie opzet met, uh, met een server van Cloudflare, dan kijk ze naar uh, de TCP en het IP, naar de porten zeg maar, om uh, uh, de 5-tuple, om uh, te zorgen dat, jij steeds, dat elk pakketje van jou steeds op dezelfde server terechtkomt, zodat je ook echt een TCP-sessie op kunt zetten. Maar ICMP is maar één pakketje, dus je hebt ook geen sessie. Um, daardoor komen je steeds op een andere server uit. Dus die software moet op elke server die Cloudflare heeft, moet die draaien. Dus dat zien we hier links. Je hebt de router ergens in een uh, Point of Presence, als, net als een DataCenter of een Colo. We hebben allemaal namen voor hetzelfde ding. Um, intern is het niet hetzelfde, dan, word je, dan krijg je ruzie met mensen als je dat zegt. Maar voor de eindgebruiker is het toch veel hetzelfde. Um, je hebt dus een Edge-component, die, 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 die verzamelt dus al die GPP-pakketjes, die verstuurt ze ook. En dat wordt allemaal teruggebracht naar uh, de, het Core DataCenter. Um, waar dus uh, een aantal uh, uh, services draaien, die, dus die uh, iets beetje verzamelen en terugschrijven naar een database. Clickhouse gebruiken in dit geval Dat is een OLAP-database van, uh, van Russische makelij. Best wel leuk om daar een keer naar te kijken. Het is open source. Um, kun je ook op één systeem draaien, uh, maar kun je heel snel um, uh, allemaal geaggreerde data uithalen. Dus het uh, is echt wel leuk. Je kun je zelf ook tabellen maken die. Uh, je kunt zeggen: Ik heb één maand aan aan, aan 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 requests, en na die maand wil ik automatisch dat het zeg maar, per dag geaggregeerd wordt. En dan slaat hij dat zelf steeds intern allemaal plat. En heeft hij nog allerlei fancy datastructuren, zodat je bijvoorbeeld over die geaggregeerde data alsnog weer een unieke kunt tellen. Bijvoorbeeld. Dus je kunt zeggen: Oké, okay, ik heb dus die data niet meer, maar door die datastructuur kun je wel altijd zeggen. Okay, ik wil twee geaggregeerde datasets eigenlijk samenvoegen en dan alsnog weer een soort van zinnig antwoord terugkrijgen. Dat kan met, uh, met ClickHouse heel mooi. Dat is uh, een hele heel, heel leuke database. Rechts zit de operator. Die stuurt het aan. Die zegt van oké, okay, ik wil van dit de de wil adres uh, de meting uh, draaien. Voor ons wat heel interessant was, als, als ik dus een point of presence offline haal, bijvoorbeeld Amsterdam, Londen, Frankfurt, grote datacentra die, die van ons. Als die offline gaat, waar gaat dat verkeer dan naartoe? Want stel dat jij dat doet en al het verkeer gaat naar één andere, dan kan het zijn dat hij overbelast raakt. Dat willen we dus niet. Nou heb ik hier uh, een aantal metingen gedaan: eentje waar geen uh, datacenters offline waren, eentje waar Amsterdam offline was, uh, Londen, uh, Charles de Gaulle, dat is uh, Parijs. En twee waren uh, twee datacenters tegelijkertijd offline uh, zijn. Als je dan bijvoorbeeld, uh, naar, bijvoorbeeld naar deze twee kijkt en je vergelijkt dat, dan kun je, kun je zien zeg maar van oké. Okay, Meeste verkeer gaan naar Londen, ongeveer een derde. Nog eens een keer een derde gaan naar Frankfurt, Brussel. Nou, en de rest is zeg maar klein, uh, klein bier. Als je dit weet, dan, kun je dus, dan weet je dus: oké, okay, als ik die PayPal's nu uit ga zetten, dan kunnen we dat waarschijnlijk aan of niet en dan kun je beslissen om het wel of niet te doen. Vergelijkbaar verhaal voor deze twee. Londen gaat bijna de helft naar Amsterdam. Dus als je Londen uitzet, moet je dus in Amsterdam. Als je, dan moet je dan wel. De, de helft van de capaciteit van Londen hebben, over hebben, om dat te kunnen doen. Dus dat is, dat is, dit is dus voor een netwerkoperator heel interessante informatie als je een NCAS-netwerk uh, netwerk hebt. Een ander leuk ding wat je ermee kan doen is spoofd verkeer uh, detecteren. Um, als jij een, uh, een lijst hebt. Ja, ja dus oké, okay, goed. spoefing. wat is spoofing? Laat ik dat eerst uitleggen. Um, je, je source IP kun je zeg maar gewoon in een pakket stoppen als jij een eindgebruiker bent. Meestal zal jouw ISP, zeker in Nederland, uh, dat verkeerd filteren op het moment dat dat niet jouw IP-adres is. Dat is niet overal zo. Op sommige plekken kun je wel gewoon een willekeurige IP-adres stoppen en dan wordt dat gewoon over het internet gestuurd en dan komt gewoon maar het gewoon bij de eindgebruiker aan. Of bij de server aan. Dat zie je hier dus. Die onderste heeft het uh, IP-adres gespoefd, en, maar die komt in Charles de Gaulle uit in Parijs. Zelfs de IP-adres van de legitieme gebruiker komt in Amsterdam uit. Als jij dus die mapping hebt binnencast van welke slash 24 in welk datacenter uit moet komen, en je kijkt welke IP-adressen die mapping niet volgen, dan weet je dus welk verkeer gespoefd is. Want een spoever kan niet zijn die kan niet zeg maar het internet spoeven. Dus het internet is gewoon wat het is. Dus die routing die kun je niet die kun je, daar heb je geen invloed op. Dus daarom is het ja, dat is eigenlijk wel een slim, of moeilijk om omheen te gaan als aanvaller. Interessante vraag dan, is dat altijd hetzelfde? Gaat slash 24 altijd naar, dezelfde, uh, uh, naar hetzelfde datacenter toe? Meestal wel. Meestal wel. We, hebben dat, uh, we hebben die meting herhaald vanuit elke datacenter. Dus we hebben iets van 180 keer, toen nog hoeveel datacenters we hadden, 180 keer herhaald. En gekeken hoe, in hoeveel verschillende datacenters komt dat verkeer dan terug. In de meeste gevallen, 95% van de keren, komt dat allemaal op dezelfde plek weer terecht. Helemaal rechts zie je metingen tegen andere NECA's diensten aan. Dus dat zijn bijvoorbeeld uh, een Akamai, die is ook Anycasted. Dus logischerwijs als ik mijn, mijn eerste pakketje van een andere locatie verstuur, kom ik ook bij hun op een andere server terecht, die ook weer een andere routering heeft. Dus dat geeft een beetje die... Dat is waarom dit, ge, dit, dit ding zo lang is. Dus je zou verwachten als het gewoon alleen maar een beetje uh, load balancing is, dan zou het misschien 1, 2 of 3 maximaal zijn. Maar het is echt tot 61, omdat ja, als je tegen een ander gewoon netwerk aanpraat, dan Annie die ook weer net zoveel ruis naar jou terug. Um, we hebben dat toen tegen een aanval aangehouden. Dit is een um, Sin-vloed, dus een, uh, zeg maar alleen maar TCP-pakketjes, maar uh, alleen maar Sin. Um, redelijk grote aanval, uiteindelijk, 40 miljoen pakketten per seconde op zijn piek. Um, wat je kunt zien, is dus het rode vlak, is eigenlijk wat we, waar we een mapping hebben tussen slash 24 en een pop, en dat IP-res volgde de mapping niet. Dus dan zie je dat je dus heel goed kunt zien, oké, okay, dat is echt wel een heel groot stuk wat we echt wel kunnen identificeren als, oké, okay, dit is gespoefd. Terwijl normaal gesproken zou je niks anders zien aan dat pakket. Misschien een andere TTL. Dat kun je ook weer spoeven. Um, je ziet ook een gedeelte unknown, want niet iedere Slash24 heeft een ping-responsive host erin zitten. Dus voor die Slash24 hebben wij geen, uh, hebben we geen data. Dat kun je nog wel weer, met een betere hitlist zouden kunnen oplossen. Um, maar je ziet ook wel dat het expected verkeer, dat dat helemaal vlak blijft, ook gedurende de aanval. Dat is uh, uh, echt een goede indicatie dat dit, uh, dat dit werkt. Dat was het. Vragen? Willem loopt naar je toe met een microfoon, ja, denk ik. Precies, dat klopt. Ja. Om maar meteen in te haken op je laatste slide. Gebruiken u dat ook in uw anti Nee. Nee. Gaan jullie dat gebruiken in je die antiliedersdienst? dat is op zich natuurlijk een hele mooie indicator van, van verkeer om tegen te houden. Klopt, klopt. Alleen zin, <laughs> um, zinvold zijn relatief makkelijk te detecteren. En de hoeveelheid verkeer heeft. We hebben inmiddels. Zijn we zo groot dat het eigenlijk geen effect, niet zoveel effect meer heeft. Zeg maar. Dus je, um, het is niet nodig, is eigenlijk het antwoord. Maar voor alle volumetric tests die, uh, die spoofd zijn, zou het wel zinvol kunnen zijn? Ja. Um, Kijk, het is leuk dat we het kunnen detecteren, maar dan is het verkeer al binnen bij ons. Ja. Dus, dat is ook weer waar. <laughs> dus ja, we kunnen zeg maar, het, um, het interessant zou zijn zeg maar, als jij gespoefd verkeer waar je niet op wat, wat CPU-processing kost. Ja. Dus stel dat ik bijvoorbeeld DNS-requests binnenkrijg die gespoefd zijn, dan moet ik ja. daar, nou ja, dan moet er een, er zit er een service achter die daar moet, moet gaan antwoorden. Ja. Als ik geen andere manier heb om uh, de legitieme en de niet-legitieme DNS-requests te onderscheiden, dan zou dit dat een goede oplossing zijn. Ja. ja, dan kun je dus zeggen, oké. Okay, dit kan niet dat ik uh, dat dat dit source je in Shanghai. Terwijl ja. ik weet dat die in Amsterdam zou moeten zitten. Ja. Okay, Dank je. Graag gedaan. Ook, ook op je laatste, laatste slide zag ik dat er uh, toch wat unexpected verkeer ook normaal wel, uh, wel in zit. Zeg maar. zo zo, nou, wat zal het zijn? Een uh, paar duizend uh, pakketten ja. per ja. seconde. Wat, wat is dat? Goeie vraag. Dat is wel een goede vraag. Ja. Um, ja, 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 eigenlijk meer dan je zou verwachten. Want je zag natuurlijk wel in die eerdere grafiek dat, je, dat 95% van het verkeer van de IP's die gaan altijd naar één pop. Dus je hebt wel nog 5% over. Um, als, dat net, uh, als die net een beetje chatty zijn, zeg maar als die veel, relatief veel verkeer sturen, zou dat dit kunnen verklaren. Maar het echte antwoord is dat ik het niet heb uitgezocht. Um, dus ik denk dat is een mogelijke verklaring. Daarvoor. Maar ik heb, ben het een met je eens. Maar de, de, hopelijk zou je dit nog verder naar beneden kunnen drijven door betere IP's te vinden die je kunt pingen. En daardoor je, je mapping completer uh, te maken. Ja. Misschien een vervolg. Um, als, je, als je niet kan pingen, maar je ziet bepaalde IP-ranges wel binnenkomen op bepaalde pops. Ja, dus kun je dus we ook Voegen die dan ook toe aan die lijst? Of nog niet? Dat doen we nu niet. Maar dat zou je wel kunnen doen. Ja. Nee, tenminste, zeg maar. De, de respons. Met de respons die we nu krijgen. Heb je een duidelijk genoeg beeld van hoe het verkeer zich zal gedragen? Het vooral, vooral, eerste ding wat ik liet zien, zeg maar van wat gebeurt als je een bepaalde uh, pop offline haalt, dat is voor ons eigenlijk het belangrijkste momenteel. Um, dat je weet als je onderhoud gaat doen dat het goed gaat. En, en dan valt dit onder je beter marge natuurlijk? Ja, ja dan zit het gewoon, ja, zeg maar die 2% maakt niet uit. Ja. Plus, de kans is groot dat dat ook dezelfde verdeling zal volgen. Dus dan, ja, dan valt het eigenlijk vaak helemaal weg. Nou. Mag ik over DNS gaan? Ja. Verf ploeten. waar ja. komt die naam vandaan? Ja, uh, goede vraag. Um, ik werkte destijds samen met uh, uh, John Heideman, die werkt aan de ISC in uh, uh, San Diego. Ik wil zeker ik wil in die regio, Zuid-Californië. Um, hij kwam er mee. Ik heb nooit gevraagd waar, hoe hij eraan kwam. Hij, moest, hij zei, dacht, hij zei ja, het moet iets Nederlands zijn. Toen kwam hij hier mee. Ik dacht, ja, klinkt wel leuk. En hoe minder herkenbaar is, hoe beter het googlebaar is. Dus, uh, <laughs> nou ja, dat is het geworden. En, toen, en elke keer een vraag ook op een presentatie. Ja. Ja, ik heb een hele hoop uh, Engelse uitspraken gehoord. Uh, ja, verflutter... Zoiets, ja, dat is wat ik meestal hoor. Maar ik zou het niet aanraden. Verder nog vragen? Nee, ik heb, ik heb zelf nog wel een vraagje. Je zei net, uh, Cloudflare hoeft geen IDNS uh, Client Subnet te doen... omdat het Anycast-netwerk groot genoeg is. Ja. Dus zeg je daarmee dat Cloudflare Anycast-netwerk groter is dan Google... Ik denk dat dat zo is, ja. Ja, ja, oh, ja nou oké. in ieder geval, zeg maar, hun capaciteit, ik weet niet wat hun capaciteit precies is, maar wij hebben sowieso meer locaties. Ja. Oké. Okay. Ja, ik denk dat het netwerk zal niet groter zijn. Nee. Ik zag ook op dat plaatje dat er twee deukjes zaten in die, uh, uh, in die eerste Google meeting. Er stond er ook een, een cijfertje 1-2 bij. Ja, in de paper maar, heb ik dat verder uitgebreid. Maar uh, dat is eigenlijk dus een moment. Dat ze het opeens dat, goed dat, dat ze, het opeens, dat ze het opeens veranderd hebben. Ja. In de paper heb ik zeg maar heb ik uh, dat verkeer gepakt en in een tabel gestopt. En dan kun je een beetje zien van wat, wat de shifting uh, is. Dus dan kun je nog wel nakijken. Ik heb weer dat niet uit mijn hoofd. Maar die cijfertjes staan erbij, omdat het refereert naar die tabel. Ja. Uh, maar in ieder geval, dat is inderdaad het moment waarop zij dus iets aangepast hebben. Okay. Want je zag ook in één keer dat het dan ineens, nou ja, dan was het echt 30% beter. Ja, precies, ja. En daarna weer uh, slecht. Ja, dus ja, het ja klopt. Dus dat is uiteraard... zeg maar echt... Het... Zeg maar, voor mij gaf dat aan dat het ook voor een zulke grote partij als Google lastig is om het netwerk echt helemaal te beheersen. Ja. Um, want het kan niet de bedoeling zijn dat het verkeer uit Nederland... ga vanuit dat het niet de bedoeling is dat het verkeer uit Nederland in de VS eindigt. Ja, 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 ja. En weer helemaal ja. terug moet. Dan ben je twee keer in een roundtrip uh, onderweg. Dus dat is natuurlijk wel heel veel langzamer. Heb ik ook nog uh, een opmerking. Je zei dat voor een ASN-nummer... dat je da, da, daarvoor klant uh, moest worden van uh, de Rijp en Volgens mij maar is het, dat zo, ja. Nee. Is dat niet zo? Nee, je moet dat toch een je, leer worden? Nee, je kan... Oh, je uh, kunt... Ook bij een leer kan je... Ja, of dat klopt, leer kan ja. uh, ASN-nummers aan zijn klant geven. Ja, ja je dus, kunt inderdaad uh, de jaren... Je moet een leer kennen. Ja, je moet een leer kennen, ja. ja. En volgens mij zijn er wel verbonden dan, of niet? <laughs> ja, zijn er wel kosten verbonden of... Uh... En, en IP-space? Ja. Ja. Mm, ja, ja. oké. Okay. IV4 gaat natuurlijk omhoog. maar 4 uh, okay. nee, uh, uh, space kun je. Ik zal het niet. Ja. Nee, um, nummers zijn gratis. Ja. Um, V4-space kon je uh, als provider gratis krijgen. Uh, maar die. Uh, die pool is uh, zo goed als op. En uh, er is wel een wachtlijst, uh, geloof ik. En dan kun je daar een 624 krijgen. Ja. Als niet ISP kun je helemaal geen V4-space meer krijgen. Um, V6-space uh, kan wel. En als je dat als niet-leer doet, kost dat, geloof ik, de leer 50 euro per jaar administratiekosten. En de, meene, de meeste leers verkopen dat door voor een uh, 200 euro per jaar ja. of zo. Voor de, voor de postregels af te dekken. Dus als je een paar honderd <laughs> euro hebt, kun je een IPv6-range krijgen, een ASN. En dan kun je bij Vulture een paar servers uh, neerzetten. En dan heb je je eigen Endicast-netwerk. Ja, hey, precies. Voor het weekend. Ja. <laughs> ja. Nou, dat, ja. Zijn er uh, ondertussen misschien uh, vragen gerezen? Nee? Zo niet, dan... Uh... Maar nog later, uh, in mijn e-mailadres ja. staat op een uh, slide. Het is wouter.cloudflab.com, dus... Ja, Wouter de Vries, dev... Wouter.def, leuk. Ja, heel leuk. Ja, ja dit uh, email is e-mail. Oh ja. ja, dat is uh, officiële e mailadres Ja. Maar ja. gewoon naar wouter.def. Nou. Ja. Dankjewel, Wouter. Graag gedaan. Ja.